Goedendag, kijk naar de weerswachten van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we bewolking vlak voor de kust van Noord-Holland en de Waddeneilanden. En dat is een mistveld dat ligt op de Noordzee en trekt traag langs de Nederlandse kust, kan af en toe op de stranden komen. Maar iets landinwaarts lost de mist heel snel op, en daar hebben we vanavond nog flinke zonnige perioden bij 24 tot 28 graden. In de nachtelijke uren trekken de enkele buien over het land. Die kunnen vooral in het westen lokaal met onweer samengaan. De meeste plaatsen blijft het echter droog. En dan morgen. Morgen hebben we eerst een periode met zon. De laatste bui trekt via het noorden weg. En daardoor dus geregeld zonneschijn. En dan in de loop van de middag neer vanuit het zuiden de kans op buien toe. Vooral in de avond verwacht ik een paar regen- en onweersbuien. Hoge temperaturen weer, plaats ik 36 graden. Zondag in de vroege ochtend en de namiddag en avond opnieuw enkele buien met onweer. Dan 24 tot 30 graden. En maandag en dinsdag zien we de temperatuur langzaam iets teruglopen. Waarbij het maandag droog blijft. Ik wens u een goed weekend. Met Michiel Severin. Van wie plaatsen?